zelf een fout toegeven, zeggen dit hebben we niet goed gedaan, dan vind ik dat een Kamer moet zeggen top dat je dat hebt toegegeven. Maar ik heb bij de regeringsverklaring nog iets anders beloofd. En dat is dat als ministers pas iets naar de Tweede Kamer sturen, na 24 WOP-verzoeken en 85 keer doorvragen door de Tweede Kamer, dan is de laatste kans geweest. Ja. En dat was het geval bij Hugo de Jonge. En nogmaals, waarom is dat zo belangrijk? Denk terug aan het toeslagenschandaal. Hoe vaak hebben onze collega-parlementariërs met Pieter Omtzigt voorop, Farid Azarkan en Renske Leijten, hoe vaak hebben die niet om informatie gevraagd en kwam het niet? Dat is de reden waarom we dat doen. Ja. En vervolgens moeten we ook weer heel snel door naar wat gaan we nu voor Nederland betekenen. Ja, maar u heeft wel een motie van wantrouwen ingediend. U vertrouwt hem niet meer, zegt u eigenlijk. Nee, dat klopt. Nee.